Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe vlog. En ja, het is echt een tijd geleden dat ik een vlog heb gedaan, maar ja, er was ook niet zoveel gebeurd. En ja, nu heb ik iets superboeiends. Jullie zien hier wel twee monitoren staan, maar ja, als eerste, dit is vlog nummer 5. En ja, vandaag ga ik het met jullie hebben over dit schatje hier. Dus ja, en ik ga het met jullie hebben over wat games. En wel het gebruikelijke vloggeneus wat jullie bij mij zien van welke series en zo van update weer, dus ja. Maar goed, als eerste, dit is mijn nieuwe monitor. Jullie zullen je vast afvragen, Ronald, waarom heb jij een nieuwe monitor gekocht? Wel om een paar redenen. Ik was niet blij met de kwaliteit die ik nou heb. En ja, ik had in principe in de planning om dezelfde monitor als Jordi te kopen. De IAMA bla 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 bla. Alleen toen ging ik naar de MediaMarkt en ze hebben gezegd, weet je wat? Koop deze gewoon. Deze is €150 in plaats van 180, want wel die Yamaha is 180. En wel, deze kan ik ook weer terugbrengen bij de MediaMarkt als die kapot is. En dan heb ik dit hele gezeik met online gezeik en alles. Dus ja, maar goed, het is de LG 23EA63. Even kijken, ja. Het is met IPS LED technologie. Dat is de nieuwste LED Dat is de allernieuwste LED technologie. Het is wel allemaal fancy en nieuw en alles. Dus ja, maar het is echt een super fijne monitor. Het beeld is in principe hetzelfde als wat je normaal LED monitor ook heeft. Alleen het is veel zachter om naar te kijken voor jezelf. Dus ja, wat als je mijn video's nu vergelijk met die van Jordi. Zullen we zien dat die van Jordi iets beter zijn. Maar deze monitor is ongeveer hetzelfde als die van Jordi. Hij was ook in principe zo duur. Alleen we hebben die monitor Mania of computer Mania, weet ik hoe het heet. En wel, dat was korter op de monitor. Ik heb hem voor 150 in plaats van 180. Dus ja, dat is wel nice. Maar goed, ik kan hier ook Xbox op spelen. Want wel, er zit maar één HDMI-aansluiting op. Maar ja, dan haal ik de HDMI van de computer er gewoon uit. En doe ik die van de TV die jullie daaronder zien. Dat is de HDMI van de PVR die uit de Xbox komt, dus ja. Die plug ik of in de tv als ik zelf wil gamen, of als ik aan het recorden ben, ga ik hem op de monitor doen. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb wel een testvideo gemaakt, alleen toen had Arx of Showbiz er geen zin in. Dat is het programma waarmee ik mijn thingy-magic bij de Xbox opneem in principe. Maar ja, gamen werkt in principe goed. En ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb Skype ook op mijn tweede Samsung monitor dus. En ja, in principe had ik die er ook nog bij aan willen sluiten. Dat ik hier zo willen neerzetten voor bijvoorbeeld livestreams. Dan had ik hier de game op willen hebben. Hier de chat. En dan hier bijvoorbeeld Twitter op. Ook bij Jordi streams. Want dan kan ik mijn Twitter ook fatsoenlijk bijhouden. Alleen dat komt mijn grafische kaart niet aan. Ik heb maar één Nvidia GeForce GTX 76, ja. En wel, dat kon hij helaas niet aan. Twee kan hij in principe gewoon aan. Maar ja, drie monitoren heb je wel de twee voor nodig. Ga ik ook uiteindelijk doen. Ik ga twee van die dingetjes kopen. Ik ga denk ik zo rond, ja, rond de kerst of zoiets. Of volgend jaar, rond oud en nieuw. Weet ik veel van dit precies. Mijn computer upgraden. Een nieuw kastje door me heen. Extra kaart erin. RAM, geuren, upgraden. Zo van, upgrades van mijn computer. Ik plan ook om er een Sabertooth moederbord in te doen. Zeg maar gewoon een OP computer maken. In ieder geval wil ik een nieuwe kast ermee hebben. Want dat lijkt me wel chill. Misschien zou ik hem zelfs wel hier, nee, ik denk het niet, want wel, dan hoor je dat gezoom van de ventilator. Maar ik ga er in ieder geval dan een nieuwe grafische kaart in doen, een extraatje. Dus ja, want die dingen zijn allemaal prijzig, maar over een jaar zijn die dingen allemaal niks meer. Want dan zijn ze al aan de 700 serie begonnen. Dus ja, ze zijn allemaal mee bezig eigenlijk. Dus ja, dat is dat chill voor mij. Maar goed, ik heb hier dus mijn zooi staan, PVR en Xbox en Razer headset ding. Hierachter is mijn andere Razer headset ding geval. Maar goed, games dus. Ik ga niet meer verder met de Minecraft snapshots. De reden daarvoor is, wel, dat kost te veel tijd. Dat zei ik ook wel in die monitorvideo. Heb ik verwijderd, by the way. Want wel, de kwaliteit was niet zo heel goed. Is nou beter. Dus ja, maar dat heb ik dus allemaal wel weten te fixen met de monitorkwaliteit. Maar ja, de snapshots dus. Geen snapshots meer, omdat wel, dat kost mij zoveel tijd. En vandaag is er ook amper een video online. Hé, hey, dit is een gaming kanaal. Hallo, Jordi, hallo, ja. Maar ja, dit gaat dus niet door, wel. Ik probeer de Bloodstone of S5 playthrough af te maken. Ik ga niet. Wauw, dat. Hoi. Je zit in een vlog, dude. Ik bel jou zo terug. Lol. Ja, lol, cats. Nou, tot zo. Zo. Maar goed, whatevs. lol. Maar in ieder geval dus, ik probeer om, ik zeg deze maand alvast nog, misschien de Blue Star Defense 5 playthrough af te maken. En dan volgende maand te beginnen met de
nieuwe game die we erbij dus gaan doen. Ik denk dat het Lego Batman wordt. Want wel Call of Duty heb ik niet zo heel veel zin in. Dus ik denk Lego Batman. Heel veel mensen zeggen dat ook. Dus ja, Lego Batman. We gaan verder met de deur op zoek. Daar ga ik echt mee verder. Want het kost veel tijd. En daar heb ik op dit moment niet zo heel veel zin in en tijd voor. Maar ik ga het wel doen. Het lijkt me wel heel leuk. Ik vind het wel leuk om te doen. Maar ja, ik kan het nooit toezetten. Weet je wel. Kijk, als je een game speelt, heb je altijd wel lol. En ik heb gezien bij alle games die ik speel, heb ik lol. Maar ik kan het nooit toezetten van. Nu die spelen. Dan speel ik liever even Minecraft of zo. Maar. Dat gaat op een gegeven moment ook vervelen. Maar goed, ik ga dus Lego Batman doen, denk ik, volgende maand. Samen met Pokémon Platinum en Nuzlocke. Daar ga ik mee verder. Dus ja, die twee games ga ik volgende maand spelen. En deze maand ga ik nog gewoon verder met Blue Star Fans 5 en Minecraft. En ja, ik heb wel wat gameplays voor achteraf commentaries. Ik zei wel dat ik over de games een achteraf commentary ga maken. Wel gaat die door, want wel, dit lijkt mij handig om dat nu in de vlog te doen. Dus dan kan ik weer die gameplay voor iets anders gebruiken ofzo. Dus ja, maar goed, de Skyrim playthrough, dit is een gaming kanaal, een soort gastrol playthrough achtig ding. Gaat voorlopig ook even niet door, want wel, we nemen heel veel samen op qua Minecraft en zo. En als we daar een beetje zat van worden, ga ik een beetje door naar de andere games. Dus ja, ik ga wel plannen om van 20 is of een half jaar al. Het klinkt misschien zo droog van, oh wat nou weer, over een half jaar ga je het niet plannen. Wel, ik wel, want, nou, niet echt plannen, maar ik wil gewoon even zeggen, want dan komt de nieuwe Call of Duty uit. En wel, dan ga ik proberen, en als die Call of Duty mij tenminste zint. Het is niet zo faan, het is als Black Ops 1, want Black Ops 1 vind ik gewoon kut. Dus die Road to Commandancy ga denk ik ook niet door. Mijn god, ik heb nog wat gespeeld online en ik kan het echt niet, serieus. Maar, Modern Warfare 4 is dat dus. Ik hoop dat die op Modern Warfare 3 wordt gebaseerd met de graphics en alles. Echt super chill game vind ik dat. Ik denk dat ik die wat leuker vind dan Black Ops 2, want Black Ops 2 is te cartoonachtig vind ik. Dus maar goed, dan ga ik ook een, denk ik, een andere banner maken. Voor mijn kanaal dan, want dan wordt het zo van Call of Duty Channel even. Dus ja, maar ik heb een banner gemaakt. Dit is echt een super chill ding. Hij is custom, ik zal hem even voor jullie opzoeken. Even kijken, waar is die muis, godsnaam? Even kijken, zo. Als jullie nu niet zo heel goed beeld hebben, dan komt het dus omdat ik de camera anders was. Dan goed, even naar mijn kanaal. Oké, nou, laten we. Dit is mijn banner, het is echt een super chill dingetje. Ja, maar jawel. Ninecat. En natuurlijk mijn fancy Winnie-de-Pooh logo. Dus ja, ik kon Ninecat er niet uit laten. Dat was mijn eerste Minecraft skin. En toen ben ik overgestapt naar mijn Winnie-de-Pooh. Dus ja, Shadow Games 23. Jouw dagelijkse Porsche games. Dat is zo grappig. En met Moesje Roeps natuurlijk. Dus ja, Pumpkin Pie. Mijn favoriete items en mobs in de game natuurlijk. Maar ik heb nu 356 subs. Ze hebben zich met 3 afgemeld vandaag. Ik weet niet wat het deal nu is, maar goed, whatever. De subs lopen langzaam de laatste tijd. Jordi subs ook. Überhaupt de subs op YouTube volgens mij, omdat wel iedereen heeft examens. Dus maar de video's ga ik proberen weer wat op te schroeven naar 3 per dag. Ik heb er best wel veel, maar ik moet er even tijd voor hebben natuurlijk. En met die monitor was een hoop geklopt, maar dat heb ik nu allemaal klaar. En ik ga nu gewoon weer video's voor jullie maken. Dus ja, maar goed, even kijken waar we nog meer over hebben. What to talk about, what to talk about. Oh ja, ik kan dus geen livestreams doen. Jordi wel, dus als je livestreams van mij wilt zien, dan moet je gewoon even op de Twitter van mij volgen. @ShadowGames23, daar staat ook een link op mijn kanaal. Even zoomen. Zoom, ja, daar dus. Maar gewoon aanklikken. En even dit is een gaming kanaal. Jorrie, dus even volgen op Twitter. Dus dit is een gaming kanaal. Daar posten we altijd op als wij gaan streamen. En dat doen we meestal wel 2 uur tot 1 uur streamen of zo. En we gaan binnenkort ook weer de 6 uur stream doen. Dat willen we echt gaan doen. Maar we werden steeds gedelen, Jos. Als je niet weet wat het is, dat is iemand die je uit je internet flikkert. En dan is het bye bye, stream weg. Of nou, dan is het in principe dus dag. Even goed zo. Oké. Dat is weg, stream weg is het dan dus in principe. En wel, dat is super. Kut, want we waren zo lekker bezig met die 6 uur streamen. Toen in een keer, bye bye, see you later, dudes. We hebben eruit gepleurd. Dus ja, super kut natuurlijk, maar en niks aan te doen. We hebben alles gedaan wat we konden. Maar de stream was zo dood als een pier. Dus ja, we hebben laatst wel weer gestreamd. We zijn ook bezig met een nieuwe server. Ik heb daar wel 2 servertools van geüpload. Kijk, servertour 1 en, oh nee, daar is 1 en dat is 2. Dus ja, maar die is echt super chill. Ik had je even aan om die te bekijken. Het is echt super awesome. Dus ja, wat ik vanaf nu ook ga doen is in beeld, denk ik. Hier zien jullie altijd de Pumpkin Pie die naar mijn kanaal gaat. En dan zien jullie hier, denk ik, een video. En dan zien jullie hier, denk ik, mijn Twitter. @ShadowGames23, volgens mij. Ik moet nog even kijken, maar dat gaan we denk ik wel doen. En even een link hieronder naar mijn kanaal of zo, weet ik veel. Nee, die staat hier bovenal, hè. Maar in ieder geval, dus ik ga misschien wel facecams doen. Ik ga voor mijn verjaardag misschien een webcam vragen. Laat even achter in de comments welke webcam ik moet doen. Ik wil wel graag een full HD webcam. Dus ja, eentje die goed is. En wat zet ik dan denk ik hier neer of zo. My god, ik kan niet een video maken of ik word gebeld. Ja, opdonderen zo. Nee, maar dat is Lucas.
Maar ja, dan ga ik dus een facecam doen en alles. Maar jongens, ik ga het hierbij laten, want wel, het volk is erg aandringerig vandaag. Dus ja, ik moet het even weer voorgeven. Ik moet even met ze praten, opnemen, dat soort shit. Dus ja, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even wat likes achter. Ik hoop dat de likes wat meer omhoog kunnen gaan. Het zou me echt gewoon geweldig zijn als we minimaal onder iedere video 10 likes zouden halen. Dat zou mij gewoon wow, awesome lijken. Dus ja, maar goed jongens, tot de volgende keer. En misschien, dit is misschien heel stom om nou te zeggen. Misschien ga ik zelfs wel volgend jaar naar de Dutch YouTube Gathering. Met Jordi. Ja, met Jordi gaan we samen. Dus ja, we zijn een koppel op verkering. Nee, een grapje, 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 grapje. Nee, maar dan gaan we denk ik wel samen of zo. Hij wordt in Zwolle. En ja, ik woon dus in Hengelo. Dus dan denk ik dat hij hier naartoe komt. Naar het station Hengelo. En dan zo doorrijden naar Utrecht of zo. Weet ik veel. Ik weet niet wat gehouden. Utrecht volgens mij. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Subscribe even. Er staat wel een leuk ding hier naartoe waar je op kunt klikken. Ga je naar mijn kanaal. Dus ja. Laat even een duimpje omhoog achter. Altijd gewaardeerd. En wel, dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen. En vergeet geen comment achter te laten met jouw mening over mijn monitor, de games, alles in principe wat ik heb genoemd. Ik weet niet waar ik het over heb. Lolcats. Maar goed, ja. Later met ze.